Nu kan ik straks wel zeggen dat ik dit allemaal zelf heb gedaan. Nu gaat het echt helemaal mis. Hello, good morning! Het is vrijdag vandaag en ik zit alweer achter de computer. Want ik ga namelijk even een winnaar kiezen van de Frisbox. Dus ik moet heel veel reacties doornemen. En verder ga ik vandaag, ik zit nog een beetje in de twijfelmodus. Eigenlijk is dat wel een nadeel soms van voor jezelf werken. Ik zit letterlijk met mijn handen in het haar. Omdat ik dan in de ochtend echt heel veel energie heb en inspiratie, maar ook heel veel dingen te doen. Zit ik echt zo van, oké, wat ga ik doen? Ga ik mijn mail beantwoorden? Ga ik editen? Ga ik administratie doen? Ga ik Jola de kamertjes schilderen? Ga ik mijn haar doen? Want ik wil mijn haar knippen en dat wil ik dit keer zelf doen. Er komt nog een aparte video van. Ik heb tot 2:30, dan moet ik Jola weer ophalen van school. Dan naar turnen, dan weer van turnen naar huis, en van huis naar turnen, van turnen weer terug naar huis. En dan ben ik daar weer heel erg druk mee. Let's go! Two hours later. Zo zie je maar. In één keer kom ik echt allemaal verhalen tegen van mensen die slechte wifi hebben. Echt heel irritant. Maar ik denk dat het ook wel heel erg te maken heeft met de plek waar je woont. En de muren van je huis. Dat soort dingen. Ja, maar goed. Ik ga even in de reacties geven neerzetten wie de winnaar is. En voor alle anderen, doe vooral de volgende keer weer mee. Ik heb mijn haar helemaal gewassen. Handdoek droog gemaakt en dit ingemeerd. Dus ik ga dit even een kwartiertje laten inwerken. En dan uitspoelen. Dus iets anders dan normaal met wassen. Want dan spoel ik het eigenlijk binnen een paar minuten weer uit. Ik ben benieuwd of het nu beter werkt dan normaal. Zo, daar ben ik weer inmiddels weer een poosje verder. Want ik moest Jola ophalen van school. En dit even droog maken. Ja, ik heb nu ook weer heel ander licht. Zie je ook niet echt het verschil volgens mij. Hier heeft het goed gepakt. Dus hier is het echt een stuk grauwiger geworden. En hier dit gedeelte wat echt mijn eigen haarkleur is. Dat pakt nooit zo heel erg goed naar mijn idee. Dus ja, ik denk dat dat ook wel logisch is. Als je echt helemaal geblondeerd haar hebt, dan zal het wel werken. Want op de highlights die ik heb geverfd ooit, pakt het dus wel. Maar op mijn eigen haar niet. En dan ga ik nu het knippen doen. Die ga ik even met mijn andere camera opnemen. Als je die wil zien, ik zal hem hier in de link boven eventjes plaatsen. Dan kun je de hele video zien van hoe ik mijn eigen haar heb geknipt. Let's go! Zo, ik ben er hartstikke blij mee. Het is een stukje... Klein stukje korter. Ik heb dit aan dode punten eraf gehaald. Dus. Zo, ik heb even wat klus inkopen gedaan bij de Action. In ieder geval, zodat ik morgen een beginnetje kan gaan maken. Met verf hadden we nog goede latex. Maar wel grondverf voor de kozijnen in de slaapkamer. En hele handige kwasten. Deze gebruik ik altijd van de Action trouwens. Die zijn zo handig, die lange. Nou goed, voor de rest ben ik echt voorbij de kerstspullen en alles geraced in de Action. Ik moet daar echt niet naar gaan kijken jongens, want dan ga ik gewoon dingen kopen. Zo, I did not do that. Hallo, goedemorgen deze zaterdagochtend. Wacht. Oh nee. Dat zie je niet Jola, want we zitten... Het is maar goed ook, want Bart zit ook in een hele rare trainingsbroek. Nee. Ik echt, waarom heb ik die niet weggegooid? Ik schaam me nergens voor. Ja. Al voor het verven. Ik... Oh, daarom heb je me aan. Ja, omdat we gaan verven vandaag. Ja, ik wil meehelpen met verven. Ja, ga je meehelpen? Yay, we gaan met z'n allen verven. Doe ik wel oude kleding aan. We gaan de Jola de oude kamer, oftewel de nieuwe babykamer, gaan we wit verven. Ja. Er komt nog wel een kleurtje bij, maar dat weten we nog niet welke kleur. Kijk, moeten we nog uitzoeken. Kijk, we hebben hier allemaal kleurtjes. Kijk, deze is heel mooi. Voor jouw kamer, hè? Huh? Maar je had een hele andere. Nu pak je weer een andere. Je had iets van turquoise of zo. Maar deze is ook heel mooi. Nee, we gaan er wel glitters overheen doen.
Ja, dat er niet. Dat wel. Een klein beetje glitters bij mijn mom. Ik vind okay. Die glitters wel een beetje irritant. Ook alsof het van jou moet of zo, hè? Een klein beetje glitters mag niet altijd. Stiekem moet het ook wel een beetje van mij. Oh, weet nee. Waarom? Weet je waarom? Nee, weet je waarom? Weet je waarom? Omdat ik vind glitters echt niet fijn, want dan glinstert mijn kamer helemaal de hele tijd. Hoezo? Je bent toch een shiner? Ja, ja. Wel, maar ik vind dat... Dat reflecteert gewoon de hele tijd zo, ik omdat je dat... zelf zoveel shine. Mama! Zelfreflectie. Stil! Zelfreflectie. Ik wil iets zeggen! Oké, okay. We zien iedereen. Stil! We zien iedereen thuis hoe agressief jij kan zijn, hè, Jan? Stil! Oké, ga verder. Ga door. Nou, hang mijn lippen. Ik vind glitters gewoon niet leuk. Weet je waarom? Nou. Omdat ik vind, wil niet dat mijn kamer de hele tijd zo blank het is. En als ik wakker word, dan glistert alles maar in mijn ogen. Dus ja, maar zoveel wordt het nou ook weer niet, hoor. Het wordt niet zoals de Pathé Zaandam, die grond in de wc. Gewoon, ik wil gewoon een klein beetje zoals... Tjing. Kijk. Minder, in ieder geval een klein beetje minder dan dit. Klein beetje. Klein beetje bling. Ja. Oh ja, Bart, heb je het al gezien? Ik heb gisteren mijn eigen haar geknipt. Ga vet. Eet smakelijk. Kijk eens. Serieus? Ja, jullie hebben het allebei gezien. Kijk eens. Heb je het afgehaald? Nee, kijk, het is in laagjes. Oh, je hebt het zelf in laagjes geknipt? Ja. Oké. Okay. Nou, eet smakelijk. De koffie, mijn broodje. Ik ga ook veten. We hebben een cadeautje binnengekregen en ik heb heel veel zin om dit uit te pakken. Het is van Petit Jul. Oh, dat ziet er heel zacht uit. Mag ik eens voelen, joh? Oh. Oh, dat is zo'n heel vet ding, ja. Zo'n soort Superman cape. Zo om te doen. En dan kan niet zo... Kijk, dit is heel vet. Die bal is zo. Oh, dat is zo'n ding. Oh ja. Of voor in het wiegje of even in bed leggen. Maar dan heeft hij toch het gevoel dat hij lekker veilig in een nestje. Een beetje ingepakt ligt. Zo. Nou, Dexie kan er ook wel in. Nee, Dexie mag er niet in. Leuk, hè? Heel leuk. Jolaatje is mij komen helpen. Jee. We zijn nu begonnen aan de muur. En Bart is even snel naar de Hornbach om radiatorverf te halen voor die buizen. En dus nu verder met alles witte. Daar kan Jola mooi bij helpen. Doe maar lekker de onderkant, dan ga ik de bovenkant doen, ja? 1, 2, 3, hey! Dan vraag ik me wel eens af hoeveel muren ik wel niet geschilderd heb in mijn leven. Ik ben namelijk in mijn hele leven, oké, niet in dat ik in al die huizen heb geklust, maar ik ben in mijn leven totaal 12 keer verhuisd. Dit is al mijn 8e huis, nee mijn 9e, waarin ik op mezelf val. Dus die 12 keer dat ik verhuisd ben, daarvan is ook nog het grootste gedeelte in de huizen waar ik echt... En dan bedoel ik niet gewoon een kamer bij iemand of zo gehad. Nee, gewoon echt opgeknapt, gewoond, heen verhuisd. Dus 9 keer op mezelf verhuisd. En ja. Heel wat verfrollers in mijn handen gehad dus. Morgen doet Bart de kozijnen allemaal met de lak en de grond. Of nee, die zetten we nog vanavond even snel in de grondverf. Hij. En dan morgen gaat hij ze lakken. Want dat doe ik niet. Want ja, ik weet niet of dat zo goed is als je zwanger bent. Om die echt die heftige verven in te ademen. En alles moet natuurlijk ook afgenomen worden met ammoniak. Dat is ook zo'n spulletje. Dus dat gaat hij dan doen. Bart's turn. Bart doet even het kozijn in de grond verf zetten. Ik heb het al helemaal in de grond verf gezet. En alleen nog het onderste stukje. Jola die zou eigenlijk naar de vader gaan, maar die had nog een verjaardag vanavond. Dus Jola slaapt toch thuis. Dus dat hebben we even zo opgelost. Tadaa. Wacht,
Ik heb een heel bedje gemaakt naast ons bed. Een Sigrins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. En rijd al die stilletje ons huisje voorbij. Yay! Nou, we krijgen vast wel wat, toch? Zeker ik met mijn grote schoenen. Ja. Ah. What? Hallo, good morning! Het is vandaag zondag. En ja, mama die heeft heel weinig pepernoot gehad van Sinterklaas. En ik heel veel. Ik heb zelfs een cadeautje er nog bij. Omdat Sinterklaas, je moest rekening houden dat mama zwanger is. En kijk maar hoe weinig zij heeft. En de optocht is vandaag. Alleen, ik ga bij mijn vader. Dus jullie zien het niet. Boe. Ik heb ook een trilpen gekregen. Dat zat in het cadeautje. Het was een trilpen zodat je bultjes kan maken. Heel handig bij het drol of zo. Ik heb pepernoten gehad. En volgens mij ook zo'n Sinterklaasje. Pop. Maar ik hoef helemaal geen cadeautje. Want ik ben al blij genoeg met dit cadeautje. Oh. Ja, maar ik wist waarom jullie geen cadeautje hadden. Weet je waarom? Omdat jullie niet echt wensen hebben nog. Of jij wel, mam? Ik heb wel wensen, maar die heb ik al. Oh, ik dacht dat ze zei omdat jullie niet verwend zijn. En dit is dan die trilpen die ik heb gekregen. Nou, de vulling is nu groen. Maar je hebt ook een paarse vulling erbij. Vet leuk ook. Want kijk, je kan er deze dingen mee maken. Wacht even. Kijk, zo'n meisje die dan hier zo bubbeltjes erop heeft. En kijk, als ik hem hier leg. Vet grappig. Maar je kan er dus heel goed mee schrijven. Echt waar, kijk maar. Je doet bijvoorbeeld een stukje van haar been. Ja! Oh, wat wordt het al lekker wit. Ja, hè? Oké, okay, mensen, let niet op het, hoe heet dat? Felix raam ding. Oh ja, daar komt een nieuwe. Komt binnen nog twee weken is weer een nieuwe binnen. Deze past er sowieso niet helemaal. Dat is het oude raam. Kloddertje hier. En een kloddertje daar. Ja, we kwamen net achter dat het plafond al moet. Nu kan ik straks, als de vlog gemaakt wordt, wel zeggen dat ik dit allemaal zelf heb gedaan. Aha. Uh-huh. Wie bedenkt dit, hè? Ja, een vriend van Bart. Thomas heet hij. Ja, ik snap wel waarom hij het plafond heeft geverfd trouwens. Die is 2 meter nog wat. Die doet gewoon zo. 2,05 meter of zo is die. Die had ooit in dit kamertje, toen ik Bart ontmoette, toen keek ik in deze kamer en toen dacht ik, wat is dit? Stond hier een stoel. Oh ja, met die kristallen bollen eromheen. Met zo'n kristal. Dat was de Stargate. De Stargate. Die kristallen bollen waren dan ingestraald. Ja. En dan, die hadden een bepaalde lading of zo, of bepaalde frequentie. En dat dan worden, ja, ik weet niet wat het precies was, maar sommige mensen vinden dat werkt. Maar... Iemand thuis, dan moet je eerst door een zooihuis en dan kom je hier. Hey. Het was geen zooihuis. Jij mag de Pema. We moeten doorschilderen, want we gaan zo nog naar de bios. Ja, laat mij maar weer. Ja. Zo, daar gaan we dan. We zijn allebei erg kapot. Beetje ingekakt. We zijn eerst op de bank gaan liggen en toen waren we vergeten dat we ook nog naar de bios zouden gaan. Oh ja, vanavond. Ging je nog naar de bios en ik heb mijn paraplu hier. Nee. Ik weet niet, ik krijg hem niet in. Superklein ding, gaat net over de hoofd heen. Ik krijg hem niet ingeklapt. Nee, dat hoeft dan ook niet. Dan heb ik eindelijk een keer een paraplu bij me. Paraplu? Nou, parapluutje. Ik weet niet echt een paraplu noemen. Nou. Brengt ongeluk, hè? Dat is meer zo'n ding wat je in een ijsje zet. Nou, goed. Ik ga proberen om hem... Oh ja, naar welke film gaan we? Naar Flatliners. Flatliners. We hebben net patat gegeten. Nu gaat het echt helemaal mis. Help. Oei. We zijn weer thuis. En het was een hele... spannende film. Ik zat echt een beetje weggedoken, maar daar heb ik de laatste tijd nogal last van.
dat ik niet zo goed tegen spanningen kan in films. Het zal allemaal wel een beetje met de hormonen te maken hebben. Oh, jeetje, wat zie ik eruit. Ik heb ook helemaal geen make-up op en zo. Oh my god. God, een beetje onzeker. Ja, ik weet het. De onzekerheid is toegeslagen. Die zijn ze een beetje onzeker. Ze begint een beetje aan te komen en het schiet erin. Ik schiet erin. Ze krijgt een ijsbolle kopje. Ze is net als ze nog een hap neemt. Nou, dankjewel voor het kijken en tot maandag!